President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren de Mofina-beweging geïnstalleerd. Het doel van deze beweging, welke uit 15 leden bestaat, is om kansarmen binnen de samenleving gelijke kansen te geven. Er is onder andere gesproken over sociale projecten die prioriteit zullen krijgen. Het staatshoofd heeft groen licht gegeven aan de projecten die voor dit jaar geïnitieerd zijn. De werkgroep onder leiding van Franklin Todi is bereid te werken aan de gemeenschapsprojecten. Waar nodig zullen die projecten worden aangepast om de samenleving tegemoet te komen. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft gisteren enkele Surinaamse en buitenlandse specialisten ontvangen om te brainstormen over de zorg gericht op het voorkomen van beroepsziekten, bedrijfsongevallen, ziekte en het verzuim van werknemers. Uit deze brainstormsessie is overduidelijk geworden dat een speciaal in het leven te roepen opleiding een bijdrage zou kunnen leveren aan de gezondheid van werkenden. Besloten is om de bedoelde opleiding het karakter van een public-private partnership te geven. Het BOG is de samenleving bijzonder dankbaar voor haar niet aflatende en overweldigende steun in de afgelopen jaren. In het bijzonder voor de bijdrage gedurende de COVID-pandemie. Het BOG heeft gisteren zijn 95-jarig bestaan opgeluisterd met een feestvergadering. Sharon Sarijan Chokro, onderdirecteur administratieve diensten, memoreerde vooral de steun van het Surinaamse bedrijfsleven, organisaties en individuen, terwijl waarnemend directeur Rajesh Ori onder meer een terugblik deed op de recente periode.